Vandaag vieren we hier in het Mijnstadion het 95-jarig jubileum van Behring FC. Eigenlijk moet ik zeggen dat is een virtueel jubileum, omdat Behring FC bestaat niet meer sinds 2002. Gelukkig valt het ook nog samen met de verjaardag van STVV, want ze zijn ontstaan allebei in 1924. Dus dat is vandaag een mooie affiche. Beringen STVV. Geel blauw, dat is mijn hart, dat is alles. Dus ik vond ons heel plezant met onze medemakers van vroeger allemaal mee te voetballen. En het was super. Scoren is altijd natuurlijk plezant. Ik deed dat vroeger alleen op training. En nu hier in een maatje. Het is niet meer zo snel. Die mannen waar ze tegen ons spelen waren zo snel niet. Dus daar kon we een beetje van profiteren. Om iedereen nog eens terug te zien, dat deed nog eens deugd. Want dat was alweer even geleden. Maar ja, het was heel fijn. Het was alweer lang geleden dat ik nog eens op het veld stond. En dan als je dan nog eens zo kunt scoren, dat is... Dat is mooi, hè. Je ziet ook op een gegeven moment dat er bepaalde jongens bij ons iets hoger gevoetbald hebben. We blijven rustiger aan de bal spelen, de bal iets gemakkelijker rond. En het goede moment prikken, hè. Ik vind het initiatief fantastisch. Goed georganiseerd, veel opkomst, veel volk en daar doet je het voor.